Universiteit van Nederland. Je gaat naar de supermarkt en je neemt je voor om alleen maar gezonde producten te kopen. Croissantjes zien er wel echt heel lekker uit. Waarom ligt je mandje dan toch weer vol met ongezonde dingen? In een gemiddelde supermarkt heb je zo tussen de 6.000 en 8.000 producten. De havenslag. Dus er is heel veel informatie te verwerken. Die gaat ook in het mandje. En wij hebben niet de capaciteit in ons brein om alle informatie te verwerken. We doen veel op de automatische piloot. En juist dan zijn we gevoelig voor... Ik neem dit ook nog mee. Verleiding. Nieke van der Laan van Tilburg University onderzoekt hoe we keuzes maken. De proefpersoon van vandaag... Ik vind deze mini appelflappen er ook wel heel leuk uit. ...is redacteur Eliane, die met een lege maag... Lekker, hè? Ziet er lekker uit. ...de lunch gaat halen. Ben ik gewoon benieuwd, wil ik het wel gewoon een keer proberen. Door al die keuzes raakt je brein al snel overprikkeld. En juist op dat moment grijpt de supermarkt in. En stuurt je zo naar een product dat je niet van plan was om te kopen. Supermarkten zijn zo ingericht dat ze jouw koopgedrag beïnvloeden. Denk aan producten op ooghoogte. Geurtjes die verspreid worden. Aantrekkelijk gepresenteerde producten. Posters en stickers. Aanbiedingen. Oh, hier staat ook nog jus de rand. En dat is wel, het is in de aanbieding. En die invloeden worden met name ingezet voor ongezonde producten. Krijg er ook wel trek van. Kortom, er is een overweldigend aanbod. En op elke hoek probeert de supermarkt je te verleiden. Gezond kiezen vraagt dus echt wat wilskracht. Omdat mensen niet heel veel tijd besteden aan het zoeken naar producten in de supermarkt, zijn ze toch meer geneigd om maar gewoon dat te pakken wat makkelijk te zien is. Terwijl we uit onderzoek weten dat 1 op de 3 mensen graag gezondere producten zou willen kopen. Maar willen is blijkbaar iets anders dan het ook echt doen. Ik heb toch ook al best wel veel dingen die niet op mijn lijstje stonden. In de supermarkt worden je keuzes eigenlijk gestuurd door 3 belangrijke invloeden. Ten eerste heb je het aanbod, je hebt de prijs en je hebt eigenlijk de winkelinrichting. We gaan ze kort langs. Eerst het aanbod. In een gemiddelde supermarkt zie je eigenlijk dat 80%, dus 4 op de 5 producten, buiten de schijf van 5 valt. Dus eigenlijk ongezond is. En het is daardoor eigenlijk ook heel logisch dat je veel ongezonde producten koopt. Pak je willekeurige producten uit het schap, dan is de kans heel groot dat het ongezonde dingen zijn. Hoe gaat het ondertussen met de lunch? Volgens mij heb ik wel alles. Ik heb brood, hagelslag, Nutella. Het uitzalade, met de rand, appelflappen. Maar je hebt je wel laten verleiden. Dan de prijs. Vaak zijn gezonde producten duurder. Dus ook dat stuurt je eigenlijk weer richting die ongezonde producten. En dan zijn die ongezonde producten ook nog vaker in de aanbieding. Dus eigenlijk sta je in de supermarkt al 2-0 achter als het gaat om aanbod en prijs. En dan de derde. En daar doet Nienke veel onderzoek naar. De winkelinrichting. En dat gaat eigenlijk over alles wat je in de winkel ziet. Dus de schappen, hoe ze ingedeeld zijn. Maar ook bijvoorbeeld posters, flyers. Andere dingen die aandacht vragen in de winkel, de muziek. Om het effect van de winkelinrichting goed te bestuderen, heeft Nienke een virtuele supermarkt gebouwd. Dat is eigenlijk een computergesimuleerde supermarkt. Eigenlijk gelijkend aan een echte supermarkt. Dus je hebt ook gewoon schappen, producten. Je kunt de dingen kopen, je hebt kassa's. Eliane krijgt een VR-bril op. Ik ga jou deze headset opzetten. Dan geef ik jou je virtuele handen aan. Ik zie zelfs mijn vingers bewegen. Je hebt heel snel echt het gevoel dat je in die supermarkt bent. Je kunt producten eigenlijk oppakken met de triggerbeurt bij je wijsvinger. In deze 100% gecontroleerde virtuele omgeving... En je kunt producten gewoon van alle kanten bekijken. Kan Nienke de verleidingen echt goed bestuderen. En kijken welke producten je het liefst wilt hebben. En dan dus in het mandje leggen. En die kennis toepassen in de echte supermarkt. Wat we eigenlijk ook zien is dat die supermarkt niet eens super realistisch hoeft te zijn. Met een klein beetje informatie, dus je ziet de schappen. Het is wel leuk, het zijn allemaal producten die ik echt ken uit de supermarkt. Vult je brein eigenlijk de rest vanzelf in. Stop. Nu loop je tegen de muur aan. En dan mag je de headset afzetten. Ja. Nou, welkom terug in de echte wereld. Inmiddels weten we dat er 3 manieren zijn waarop die winkelinrichting onze keuzes kan beïnvloeden. Dat is eigenlijk via wat we weten, wat we voelen en aanpakken die direct op ons gedrag inspelen. De eerste manier is beïnvloeden wat je weet. Bijvoorbeeld kleine tekstjes die iets zeggen over hoe gezond het product is. Bijvoorbeeld veel vezels of iets dergelijks. Maar denk ook aan de Nutri-scores, die labels die tegenwoordig te zien zijn op veel verpakkingen. En omdat je in een supermarkt snel moet kiezen, kunnen deze teksten helpen als kleine aanwijzingen. Maar uit onderzoek blijkt dat inspelen op gevoel meer effect heeft op onze keuzes. Dan kun je bijvoorbeeld denken aan het heel aantrekkelijk presenteren van producten.
Dus een dampend brood of een hele mooie verpakking. Ja, wat we hier zien is eigenlijk een croissantje met hele mooie opvallende decoraties erop. Smarties, heel kleurrijk. Hier staat ook heel duidelijk, nou ja, mijn verwenmomentje. En dit is dus echt een voorbeeld van zo'n aanpak waarbij je echt inspeelt op mensen hun gevoelens. Dus je brein gaat direct inbeelden hoe het zou smaken. En we zien ook in ons onderzoek dat je ook bijvoorbeeld echt speeksel gaat aanmaken. Wat dus betekent dat jouw lichaam zich eigenlijk voorbereidt ook op het eten ervan al. Terwijl je in de supermarkt bent. Dus om die reden ben je ook veel meer geneigd om het dan mee te nemen. Omdat het al zoveel hunkering opwekt in de supermarkt zelf. Bied daar maar eens weerstand tegen. En dan is er ook nog een derde manier. En die is het krachtigst. Direct inspelen op je gedrag. Dus denk bijvoorbeeld aan het producten heel erg opvallend neerzetten en zichtbaar maken. Want we denken eigenlijk niet zoveel na in de supermarkt. Als iets op ooghoogte staat, ben je al meer geneigd om het te pakken. En zo werkt het ook met kleurrijke displays, posters, stickers. En wat je ook bij veel supermarkten ziet, is dat er bij koelingen, dat er bijvoorbeeld een kader op het glas geplaatst wordt, waardoor bepaalde producten er ook uitgelicht worden. En dan heb je ook nog het zogenaamde impulsschap bij de kassa. Met dropjes, chocola. Dus dat zijn de dingen die je eigenlijk op het laatste moment nog eventjes meepakt. En wat ook nog echt een knaller is, is het kopschap. Dat zijn die schappen die haaks staan op het lange gangpad, waar vaak de aanbiedingen in staan. En uit onderzoek weten we ook dat de meerderheid van de producten op dit soort kopschappen, ongeveer 80%, niet binnen de schijf van 5 valt. Dus niet als gezond kan worden beschouwd. En dan nog een klassieker, de makkelijke meepakker. Zoals slagroom aanbieden bij het gebak. Je eet een taartje. En wat gaat daar bovenop? Slagroom. Dat is eigenlijk een beetje de standaard. En mensen gaan eigenlijk heel vaak voor de standaard. Dus heel slim om die daarbij te zetten. Zodat mensen dit ook nog meenemen als ze voor een toetje of een gebakje gaan. Genoeg manieren dus om jouw gedrag te beïnvloeden. Alleen die worden vaak ingezet om jou te sturen richting ongezonde producten. Hoewel het dus al wel bekend is dat dit soort aanpakken effectief zijn voor hele aantrekkelijke ongezonde producten. Is het nog vrij onbekend of dit ook werkt voor gezondere, meer neutrale producten? Die gezonde producten zijn neutrale van smaak. Dus of het daar ook werkt om bijvoorbeeld zo'n transparante verpakking te gebruiken, om het product te tonen, dat is de vraag. Wekt dat ook die lichamelijke reacties op die wij in ons onderzoek met hele aantrekkelijke producten die heel lekker zijn, hebben gedaan? Daarnaast is het ook niet per se alleen maar het aanmoedigen tot het kopen van meer. Want je wilt mensen misschien wel juist ontmoedigen om die producten te kiezen die ze zo lekker vinden en die dus ongezond zijn. Of om die te vervangen door een gezonder product, wat dus een neutralere smaak heeft vaak. Dus het is echt een ander gedrag wat je eigenlijk probeert te beïnvloeden. Wat het ook lastig maakt, is dat er niet één aanpak is die voor iedereen werkt. Iedere persoon is namelijk anders en maakt keuzes op zijn eigen manier. Maar dat biedt ook weer kansen in de online supermarkt. En die online supermarkt, die weet al heel veel over jou. Dus bijvoorbeeld je voorgaande aankopen, je voorkeuren. En hoewel dat ten doel heeft om jou als gebruiker jouw favoriete boodschappen makkelijker te laten vinden en dus sneller je boodschappen te kunnen doen, kan dat ook negatief uitpakken. Want die ongezonde producten die jij wellicht geregeld koopt, die zie je daardoor ook telkens weer terugkomen in jouw aanbevelingen of in jouw persoonlijke aanbiedingen bijvoorbeeld. En soms zou je dus eigenlijk misschien willen dat het algoritme weer even gereset wordt. Zodat je weer met een schone lei kunt beginnen en uit jouw eigen ongezonde bubbel kunt ontsnappen. Als online supermarkt kun je ook aanbevelingen geven die jouw klanten wel helpen. Daarvoor bouwde Nienke naast haar virtuele supermarkt ook een supermarkt-app. Dus bijvoorbeeld als je brood gaat kopen in deze app en je kiest bijvoorbeeld een wit brood, dan krijg je een alternatief product te zien wat iets gezonder is. Een bruin brood en er staat ook bij van meer vezels, gezondere keuze. En op die manier vervang je dus eigenlijk de originele ongezonde keuze door een product wat gezonder is. Het mooie is dat je die aanbeveling kan sturen op het moment suprême. Het moment dat jij een beslissing maakt. Naast die voedselkeuzemotieven kun je ook personaliseren op de voorkeur voor de manier waarop het gepresenteerd wordt. Dus bijvoorbeeld als afbeelding of als tekst. Mensen die een sterke voorkeur hebben voor tekst, die krijgen dan bijvoorbeeld een tekstje te zien met meer vezels dan het product wat je eerder koos. Terwijl mensen die meer een voorkeur hebben voor afbeeldingen, die krijgen dan misschien een Nutri-score te zien of een ander icoontje wat dat aangeeft. Van personalisatie wordt verwacht dat het werkt. Dus het sluit meer aan bij jou als individu en daardoor trekt het meer je aandacht
En het idee is dat je ook de informatie beter en dieper verwerkt. En dat het daardoor effectiever is in het beïnvloeden van je keuzes. Supermarkten kunnen dus een grote rol spelen in het aanmoedigen van betere keuzes. Maar dan komt de vraag, willen supermarkten dat ook? Het is en blijft een businessmodel. Een paar jaar geleden hebben onder andere supermarkten, maar ook heel veel andere partijen, afspraken gemaakt binnen het preventieakkoord. Waarin de ambitie werd uitgesproken om iets te doen aan het toenemende percentage mensen met overgewicht in Nederland. En in juni 2025 stemde de ministerraad dat de gezonde keuze de makkelijke keuze moet worden. Met als einddoel dat in 2040 minimaal de helft van wat er in de supermarkt wordt verkocht gezond moet zijn. Maar ja, tot die tijd moet jij het doen met de supermarkt van nu. Volgens Nienke is er geen magische tip die je helemaal kan wapenen tegen al die slimme beïnvloedingstrucs. Maar ze heeft wel een paar praktische tips. We beginnen bij de klassieker, het boodschappenlijstje. Dus probeer toch een beetje te plannen en probeer ook niet van dat boodschappenlijstje af te wijken. Tweede tip is probeer verleidingen te vermijden. Onderzoek laat ook zien dat het vermijden van verleidingen vaak effectiever is dan telkens weer die verleiding te proberen te weerstaan. Dat betekent dus, ga niet te vaak naar de supermarkt. Dus probeer bijvoorbeeld 1 tot 2 keer per week te gaan in plaats van elke dag. Probeer ook alleen maar naar de schappen te gaan waar de producten staan die je nodig hebt. Dus probeer de middenpaden waar vaak de snoepen, de chips staan ook te vermijden. En een derde tip is ga geïnformeerd op pad. Er zijn allerlei tools die je kunnen helpen daarmee. Zoals bijvoorbeeld een app van het voedingscentrum. Die je ook kan helpen om gezonde producten te vinden. Je vindt een linkje naar die app in de beschrijving. Als je dan dus toch thuisgekomen bent met 3 zakken chips, dan kun je de kennis waar we het net over hebben gehad ook zelf thuis toepassen. Dus maak die chips minder zichtbaar door het bijvoorbeeld achter in de voorraadkast te leggen. En leg die appels juist vooraan. En zie het ook niet als een. Maak er niet zo'n big deal van. Want ook binnen een gezond voedingspatroon past zo nu en dan een bakje chips. De tips die ik net gegeven heb, die werken eigenlijk alleen maar als je echt zelf gezond wil eten. En als je de tijd en ruimte en planningscapaciteit hebt om daar ook echt wat aan te doen. Maar die luxe hebben we ook niet altijd en ook niet iedereen. Dus daarom toch die oproep tot verbetering van de winkelinrichting in de supermarkten. Dankjewel Nienke voor het bewust maken van onze zwaktes in de supermarkt. En jij lieve luisteraar, succes met het toepassen van al je nieuwe kennis bij je volgende boodschappenrondje. Tot de volgende! Hoi, ik ben Eliane van de Universiteit van Nederland. Krijg jij geen genoeg van wetenschap? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief. Dan mis je nooit iets en delen we nog meer interessante inzichten met je. Zet je nieuwsgierigheid aan en schrijf je in via de link in de beschrijving. Tot de volgende!